In 2025 komen er in Nijmegen 3 nieuwe emissievrije zones. In de binnenstad Hof van Holland en Heijendaal. Bewonersverenigingen in de wijken Park Heijendaal en Brakkestein zijn het niet eens met de grenzen van deze emissievrije zones. Zij vrezen een toename in sluipverkeer en laat- en losverkeer in hun wijken. Gisteren hebben zij zienswijzers ingediend bij de gemeente Nijmegen om hun zorgen aan te geven en alternatieve oplossingen aan te dragen. Dit is de Laan van Scheut en de Laan van Scheut is een straat in de wijk Park Heijendaal. En deze straat is de grens van de zero-emissiezone van de gemeente. De gemeente wil dat de zero-emissiezone aan de overkant van de weg ophoudt. Dat betekent dat deze straat dus buiten de zero-emissiezone valt. In deze straat hebben we op dit moment al het probleem van heel veel los- en laadverkeer nu. En de gemeente denkt dat het los- en laadverkeer zal gaan plaatsvinden op hubs buiten de stad. Wij denken dat het voor heel veel leveranciers net zo makkelijk is om even hier te gaan staan en het dan over de stoep af te leveren daar waar het moet zijn. Bewoners geven aan dat dit nu al een doorn in het oog is, omdat het een hele drukke fietsroute is en een weerwar van verkeer oplevert. We staan aan de Houtlaan, zeg maar de grens van Brakkestein in het noorden. En we staan nu hier omdat dit een van de plekken is waar het voor de vele fietsers, ja nu zijn ze er niet, maar het zijn vaak scholieren, maar ook kinderen die naar sportclubs gaan, een van de gevaarlijke oversteekplekken is. Hier achter ons zijn 88 parkeerplekken en die auto's die moeten dus 2 keer per dag over het tweezijdige fietspad. Dat is een van de voorbeelden wat straks nog lastiger gaat zijn, want het berekend is dat er minstens 35 vrachtauto's per dag bij gaan komen. Volgens wethouder Damen van gemeente Nijmegen ligt het net wat anders. Nou, we hebben natuurlijk voordat we deze zones wilden gaan kiezen, zijn we gaan zoeken naar wat is de beste manier om dat te doen. Hebben we een verkeersbureau die daar deskundig in is, die heeft modellen, die dan bekijkt wat zijn de verwachte effecten in de wijk eromheen. En er zijn een aantal wegen waar eventueel wat mensen anders rijden. Dus er kunnen zijn een aantal wegen waar wat meer verkeer wordt verwacht, waar we dan ook meteen maatregelen zullen gaan nemen. Dus dat doen we hand in hand. Maar we hebben niet dat er echt in die stukken die deze mensen ook noemen, dat daar ongewenste stromen zullen ontstaan. Dus dat gaat niet om zulke aantallen dat we daarmee aan de slag moeten. Helemaal in het begin, toen de problematiek opspeelde, toen merkten wij dat we als reactie kregen, als we alleen vanuit Brakkestein zouden reageren, oh, not in my backyard. Ja. Hè? Jullie willen dat verkeer niet. Moet het zeker ergens anders naartoe. En die kritiek, not in my backyard, hebben wij teruggegeven aan de universiteit. Want wij zeggen, het gaat niet over onze backyard, maar wij zijn jullie backyard. Wij protesteren er tegen dat jullie alles over jullie hek naar ons als backyard gooien.